naar de thuistrainer, Runar Kristinsson. Bij de rust leek kat in het bakje, alles heel eenvoudig, 2-0. Maar uiteindelijk, de tweede helft, men ging niet door op het elan. Nee, dat is juist. We hebben, ik denk, een redelijk goede controle. Eerste helft, 2-0 voor. We waren goed aan het spelen, af en toe niet altijd. Maar in de tweede helft zakken wij iets te veel achteruit. De bedoeling was, dat, ja, wij wisten wel dat Roeselaar vorige week tegen Moeskoen 2-0 achterstand is veranderd naar 3-2 voorsprong op 12 minuten. En we moeten daar voorbereid zijn. En ik heb tegen de jongens gezegd, afgezakken en dan pakken we ze op de counter. En we hebben veel counters gehad, goede posities, maar de laatste pass, de laatste beslissing, is altijd hebben we in de fout gegaan. En in plaats van 3-0 te maken, voor Roeselaar hebben niets gecreëerd in het begin van de tweede helft, de eerste 25 minuten. Maar ja, dan scoren we niet en dan kan er altijd een doelpunt uit de lucht komen. En, die hebben wel die doelpunt gekregen, 2-1, en dan is het een klein beetje stress op de laatste. Maar wij kunnen ook derde en vierde doelpunt maken. De tweede helft is alleen voor de keeper en we hebben ongelooflijk veel goede countermogelijkheden. Maar ja, zo is dat in voetbal. Als je niet scoort, dan is het altijd 2-0 voorsprong, is niet veel. Toch tevreden dat die overwinning er is? Ja, ik ben sowieso altijd tevreden met een overwinning, maar wij kunnen 4 bijleiden van deze wedstrijd. Eerste helft was oké, tweede niet. En ik ben niet echt tevreden met de tweede helft. En ja, speciaal hoe wij onze kansen gemist hebben om iets meer te doen in de tweede helft. Dat was wel de bedoeling, iets achteruit te zakken, afgeslagen die komen voor ruimtes te creëren tegen mannen met die hebben veel mensen vooruit. Maar wij hebben dat niet op de juiste en goede manier gedaan. Je probeert nu al een poosje om Eno als rechtsachter uit te spelen. Het is misschien nog vroeg om te oordelen, maar zit daar potentieel in? Ja, zeker en vast zit daar potentieel in. We hebben dat gezien de laatste weken op training. We hebben hem op training laten op de rechtse pak spelen. Offensief doet hij heel veel goed. Hij heeft schitterende voorsten gegeven vandaag, 3 of 4. Hij dreigt vooruit, maar defensief is daar iets bij te leren. En dat zien we op de laatste seconde, als Roeselaar de kans op 2-2 krijgt, dat hij verkeerd zijn man afkeert. En dat is wat wij wisten te kunnen gebeuren. Maar op hetzelfde moment, dan doet de andere bak van ons, die 100, 200 wedstrijden op de bak heeft gespeeld, zijn job niet. Hè? En hij laat de voorzet komen. En ja, zo, hij gaat ook in de fout. De wedstrijden volgen elkaar nu snel op. Dat is eerder een voordeel dan een nadeel? Ja, dat is goed. We willen voetballen, we willen wedstrijden spelen en minder trainingen doen. Oké, dankjewel.